Ja, de Grand Prix van Monaco dus staat voor dit weekend weer op de planning. Het is natuurlijk een van de meest iconische circuits van de Formule 1 kalender natuurlijk. Het is ronde 7 in dit kampioenschap waar Verstappen nu de leiding over heeft genomen van Charles Leclerc, die natuurlijk uit Monaco komt. Charles Leclerc hoopt dus dat hij goede zaken gaat doen dit weekend, maar dat wordt nog niet zo makkelijk. Hij heeft natuurlijk de Monaco-vloek. Maar Verstappen doet het ook niet altijd even goed op Monaco. Hij heeft er uiteraard vorig jaar gewonnen, maar zijn track record is ook niet perfect. We zagen dat Mercedes goed uit door de bocht kwam in Spanje. En ook Perez was erg snel. Wie zal er dit jaar winnen in Monaco en wat valt er te verwachten? Dat en meer in deze video. Ten eerste gaan we het natuurlijk hebben over de Monaco-vloek. Charles Leclerc heeft nog nooit race uitgereden in zijn eigen thuisland. Wat toch best wel opvallend is. Verstappen won direct de eerste race in Nederland en Hamilton is ook zeer succesvol in Silverstone. Leclerc daarentegen heeft dus nog nooit een race uitgereden in zijn thuisland, zelfs niet in de Formule 2. Daar viel hij uit in beide races, de sprintrace en de hoofdrace. In 2018 klapte hij achterop Brandon Hartley nadat zijn remmen het niet deden aan het einde van de tunnel. Leclerc had dus geen finish achter zijn naam staan in 2018. In 2019 had hij een kutkwali. Hij moest vanaf achter starten en toen hij Romain Grosjean volgens mij probeerde in te halen, ging het helemaal fout. Hij klapte op de muur en bam, lekke band. En het kutte aan die lekke band was dat het precies na de pitlane gebeurde. Dus hij moest nog heel lang doorrijden. 2020 werd de Grand Prix van Monaco uiteraard niet verreden in verband met de coronapandemie. En in 2021 weten we allemaal, crash in de kwalificatie. Rijdt de pitlane uit op de zondag, onderweg naar de grid. No, 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 guys. No, no, no. No power voor Charles Leclerc. Heeft dus nog nooit een race hier uitgereden. Maar, zoals we allemaal weten, is hij vorig weekend in Spanje uitgevallen. Verstappen heeft nu de leiding overgenomen van het World Drivers Championship. Leclerc zal dus wel moeten presteren, wil hij zijn kampioenschapshoop levend houden. Want als we even terugdenken, in Australië stond Charles Leclerc 40 punten voor de Nederlander. 40! En nu staat hij er 6 achter. Met een overwinning in Monaco en Verstappen op P2 staat hij er weer 1 puntje voor. Als we de snelste ronde niet mee rekenen. Dus als Charles Leclerc wint, heeft hij de leiding in het kampioenschap in ieder geval weer terug. Het moeilijke hier echter is dus dat hij nog nooit die race heeft uitgereden. Hij zal dus opeens bijna 80 rondjes Monaco aan één stuk moeten doen wat hij nog nooit heeft gedaan. Verstappen doet dat ook niet heel makkelijk als we terugkijken naar het verleden. 2015 klapte hij achterop Romain Grosjean, vloog bij bocht 1 heel hard de muren. 2016, na zijn overwinning in Spanje, kwam hij in Monaco, hero. Helaas, 2 weken later zette hij hem op zaterdag 2 keer in de muur en nog een keertje op zondag in de muur. Niet zo goed dus van de Nederlander. Hij wist in 2019 op het podium te finishen en in 2021 uiteraard te winnen. Kan hij deze lijn doorzetten door in Monaco weer te winnen? Het wordt lastig, want wat we wel zien is dat de Ferrari hier waarschijnlijk sneller is. Ferrari was het snelst in sector 3 van Spanje en daarna Red Bull en dan, heel verrassend, Alfa Romeo. En het opvallende hieraan is dat de sector 3 van Spanje heel erg lijkt op Monaco. Veel korte, krappe bochtjes met heel weinig ruimte, want dat is Monaco. Dus kunnen we hier misschien een Bottas-podium zien? Want van wat we hebben gezien in Spanje, is die Alfa Romeo gewoon de derde auto hier in Monaco. Dus als hij dan een beetje geluk heeft met een Sainz of een Perez of een Verstappen of een Leclerc die uitvalt, dan kan hij gewoon naar het podium rijden. Ervan uitgaande dat de Mercedes'en natuurlijk erachter zitten, als de data uit Spanje klopt. Want op Spanje hadden we natuurlijk ook lange rechte stukken. Dat hebben we hier niet. Dus de setup van de auto zal weer een beetje verschillen. Maar de Alfa Romeo is nog steeds wel de lichtste auto op de grid. Heel interessant dus. En over Mercedes gesproken. Zijn ze terug en kunnen ze goede zaken gaan doen voor het kampioenschap? Vorige race lieten ze sterke dingen zien. Maar sowieso zijn ze eigenlijk altijd wel op Spanje snel. En ze hadden daar al een bak data van. Dus het Mercedes team met die duizenden mensen kon gewoon een goede prestatie daar leveren. Monaco is een ander gevalletje. En het Monaco circuit zelf dan? Het circuit is 3,33 kilometer lang, wat natuurlijk mooi afrondt. En de race is in tegenstelling tot veel andere races, of eigenlijk iedere race, niet 300 kilometer, maar 250 kilometer.
78 rondjes dus, die we in de straten van Monte Carlo gaan rijden. Het circuit heeft sinds 1950 eigenlijk iedere race, of ieder jaar moet ik zeggen, is het op de kalender geweest, behalve in 2020 natuurlijk vanwege de pandemie. En misschien dat het verdwijnt volgend jaar omdat het contract afloopt. Maar dat denken we niet, omdat het natuurlijk onderdeel is van die Triple Crown, Le Mans en Indy 500. Heel interessant circuit dus. Wie denk jij dat er gaat winnen? Is het Charles Leclerc die eindelijk thuis de race eindelijk in zijn thuisland de race weer uit te rijden? Of is het Max Verstappen die weet te winnen en zijn kampioenschap weet te vergroten? Is het misschien wel iemand anders? Zeg jij het maar in de comments en ik zie jou bij de volgende video.